Laten we beginnen. Je legt je garen klaar. In dit geval heb ik de Fashion Tweet van Lana Grossa, maar je kan ook een ander garen nemen natuurlijk. Je rondbrein haalt van 80 centimeter, 4,5 millimeter dik. Twee markertjes. die deze twee zijn om de middensteek te markeren, en deze is om de voorkant te markeren. Uh, ik gebruik de lichte kleur even om beter te kunnen laten zien wat ik aan het doen ben. Maak een uh, opzetlus en zorg dat je genoeg draad hebt om 7 steken nog op te zetten. Dus een opzetlus om mijn vinger heen. Er doorheen duwen. En nu heb ik een mooi lusje. Het korte draadje gaat voorlangs. En dan ga ik om en om de draden pakken. Dus dat is 1, onderdoor, Om omheen. En dat is. Eigenlijk heb ik er dus al drie. Hè? Vier, vijf. Kijk even wat aan de kant, zodat je het nog beter kan zien. Dan hier doorheen 6 en 1 is 7, dan gaan we met de andere naald die hier gewoon aan vast zit, gaan we breien en de lange draad natuurlijk twee steken recht 1 2. Meerdere doe je door een omslag te maken, dus van achter naar voren overheen, dan drie steken recht. We zijn bij de laatste twee van de naald weer een omslag. En dit is de verkeerde kant. Kijk, hier gaat niet helemaal goed. De verkeerde kant van je werk. We draaien het werk en dan gaan we de markertjes plaatsen, want we willen weten waar de middensteek zit. Dus dat is, even kijken hoor, 4 hier, 4 hier, dan is dit de middelste. Ik probeer even er omheen te gaan. Dit kan ook met zo'n ringetje, dan gaat hij iets makkelijker eromheen, maar dat vind ik met het werk iets minder makkelijk. Zo. We gaan nu breien aan de goede kant. De markertjes zijn geplaatst. Dus gewoon met de andere eind van je naald, zeg maar, waar de kabel nog aan vast zit, ga je breien. Omslag en doorhalen. Hier heb je twee steken gemaakt, twee recht. Dan maak je een omslag. De omslag van de vorige toer brei je gewoon recht. Hier ook nog een gewone rechter. Nou zijn we bij de marker aangekomen en voordat we die verschuiven, maken we eerst nog weer een omslag. Verplaats de marker, brei de middensteek verplaatst de marker, dat is even priegelen, weer een omslag, dus aan weerszijde van de middensteek komt op de goede kant altijd een omslag. Deze omslag van de vorige toer breien we recht, we zijn bij de laatste twee steken, daar maken we een omslag, en die breien we ook weer recht. Nou, dan nou plaats ik gelijk maar eventjes aan de goede kant een markertje, zodat ik weet, dit is mijn goede kant. Hier moet ik altijd aan weerszijden van de middensteek een meerdering maken. Dus nu kan ik weer omdraaien op de verkeerde kant doen we alleen de meerdringen. Oh, een met handiger handiger doen. Doe alleen de meerdringen aan de zijkanten, dus hier en hier. En dan doen we ze niet in het midden. Want we willen die breedte creëren. Dus 1 2 omslag de omslag van de vorige keer gewoon rechts. Alles gewoon recht. En hier zit ook een omslag naast de marker. Ook gewoon recht. De marker naar de andere naald, de middensteek de marker. Totdat je bij de laatste twee bent. En dan maak je een omslag. Dat doe je dus altijd, elke naald na de eerste twee en voor de laatste twee. We draaien het werk weer. We zijn dus nu weer op de goede kant. En op de goede kant maken we dus ook hier aan weerszijden van de markers. Maken we meer dringen door een omslag te maken. We begin weer met 2 recht, altijd die omslag, recht totdat je de marker tegenkomt, voordat je de marker verschuift, eerst een omslag, de marker verplaatsen, je nou, moet je altijd een beetje ik, keeper dan dat ding naar voren zodat ik makkelijk deze steek kan breien. De marker verplaatsen. En ook hier moet weer een omslag. Een steek recht. Tot je laatste twee steken. Een omslag en twee recht. Kijk, nou is mijn marker dus een beetje verschoven. Ik weet nu dat dit mijn goede kant is, dus ik ga hem nog eventjes goed plaatsen. Dat ik echt goed weet wat de voorkant is. Het werk. <tieft> <tieft> Dit zou je ook nog wel op rechten kunnen doen, natuurlijk. Twee recht, een omslag recht tot aan de marker. We zitten dus nu op de verkeerde kant van het werk. Die omslag, hè? die breien we ook gewoon recht. We verplaatsen de marker naar de andere naald, de middensteek, de marker verplaatsen. De omslag van de vorige toer mooi recht. tot De laatste twee steken, omslag en de laatste twee Een keer. Het werk nou. en zo blijf je dus eigenlijk doorgaan. Steeds deze twee naalden herhalen op de goede kant, meerdringen zowel hier aan de zijkanten als naast de markertjes. En op de verkeerde kanten alleen aan de zijkanten. En dan ontstaat vanzelf die mooie vorm. Ik ben nu aan het eind gekomen van mijn uh, sjaal. En nu ga ik laten zien hoe je elastisch kan afkanten. Ik heb nog ongeveer 15 gram. Wol over van de uh, accentkleur, het begint met twee steken recht. Nu steek je de naald, de linkernaald van voor door de twee steken en dan brei je deze twee steken, dus eigenlijk gedraaid samen. Je breidt weer een steek de naald voorlangs, een omslag en de steek samen breien stelkens dus een steek breien en dit geeft een eh, elastische kant die heel mooi afwerkt het is eigenlijk ook net ietsje dikker dan een gewone afkantrand Waardoor die ook wel mooi valt. Insteken. Een steekje breien. De linkernaald voorlangs. Omslag. Nou, en zo gaan we verder. Ik heb nu een klein stukje gedaan. Het is inmiddels donker buiten. Dus het is lastig te focussen. De camera. Maar zo ziet het er dan uit en het is heel mooi elastisch. Trouwens, als het beter uitkomt om aan de verkeerde kant te beginnen met afkanten, dat geeft eigenlijk ook niet zo. Want aan de verkeerde kant geeft het ook best een mooie rand. Dus dat maakt eigenlijk niet eens zo heel veel uit. Dus als dat beter uitkomt met hoeveel je het garen, dan kun je dat ook nog doen. Want je wilt natuurlijk zoveel mogelijk garen gebruiken.